Hey, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. We zijn aangekomen bij het labje waarin ik haak halve stokjes. En de halve stokjes haak ik in de achterste lus. Nou, ik ga het jullie in het filmpje helemaal laten zien. Ik vind het zelf een heel leuk labje. Dus veel plezier met haken. Nou, we gaan starten met de halve stokjes door de achterste lus gehaakt. Ik start weer mijn lapje gewoon. Eigenlijk zoals tot nu toe alle lapjes gestart zijn, met 24 lossen. Eerste schuifknoop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nou, blijf erop letten dat je de losse ketting niet te strak haakt. Want dat is zonde van je werk. Dan gaat aan de onderkant helemaal trekken. Ik haak één keer lossen. En ik ga de eerste toer gewoon normale halve stokjes haken. Dus ik sla mijn draad om de naald. Ik haal een draad op en in één keer ga ik door alle drie de lusjes heen. Dat gaat de hele eerste toer worden. Ik hoop dat het donkerblauw een beetje te zien is op de film wat ik aan het doen ben. Donkerblauw is namelijk niet de meest ideale kleur om te filmen. Ik sla dus steeds de draad om. Ik ga door de lossen, ik haal een draad op en in één keer door alle drie de lusjes. En dan heb je zo weer 24 halve stokjes. Nou, de laatste. Een keer lossen. Normaal gesproken, als je halve stokjes haakt, haak je hem ertussendoor, zodat je aan de bovenkant twee lusjes over je naald krijgt. Nou, dat zijn de normale halve stokjes. Wat we nu gaan doen, is de halve stokjes haken door de achterste lus. Dus in plaats van voor erin steken, steek ik hem hierboven erin. En ik maak het hoofdstokje af. Dan zie je dat er twee draadjes aan de voorkant lopen. Dus ik steek hem vanaf boven in. En wat zo leuk is, vind ik, dat je dan een heel leuk streepje zo direct op de voorkant te zien krijgt. Hier krijg je een heel leuk streepje. De gewone halve stokjes, dat was deze, had je een enkel streepje. En hier heb je een dubbel streepje. Ja, ik vind het weer een hele leuke variant. Dus ik ga ermee doorhaken. In plaats van voor, steek je hem alleen in het achterste lusje. En hier kan je heel veel mee variëren. Ja, ik vind het zelf helemaal super.
hoop dat het met het donkerblauw een beetje te zien is op de camera. Wat ik doe. Nou, de keerlossen die mag je negeren. Dus dan is dit de laatste steek. Een keerlossen. Nou, nu gaan we terughaken. En dat doen we ook gewoon weer door de achterste lus. Want dit lampje is de halve stokjes door de achterste lus gehaakt. En dan zie je dat je ook op de achterkant een heel leuk streepje krijgt. Ik ga proberen of alle lapjes aan de achterkant in ieder geval mooi zijn. Ze zijn misschien niet altijd zo mooi als de voorkant. Maar ik wil wel ervoor zorgen dat de achterkant ook gewoon mooi wordt. Dus dat je eigenlijk straks de deken gewoon lekker over je heen kan leggen. Zonder dat je oplet of het de voor- of de achterkant is. Dat gaat in ieder geval mijn doel worden. Nou, ik ga jullie zo nog één toer laten zien. Keerlossen. En dan ga ik weer terug. En ook hier ga ik weer in de achterste lusjes. En ik haak lekker verder. Halve stokjes door de achterste lus. Nou. Bijna bij het eind. Dan ga ik het leuke resultaat even laten zien. Zo. Kijk, die wordt leuk. Ik zal even iets inzoomen. Zo. Je ziet hier nu heel leuk die randjes lopen. Doordat je in de achterste lus haakt. Nou, ik ga weer lekker verder haken. En ik kom zo bij jullie terug. Zo, ik ben alweer aangekomen bij de laatste toer. Die ga ik nog eventjes haken. Ik haak nog steeds in de achterste lus. Een half stokje. Als je eenmaal door hebt waar je de haaknaald in moet steken, vind ik het zelf een makkelijke steek om te haken. Lekker compact. Dus het wordt een vrij dicht lapje. Zo, zijn we alweer bijna bij het eind en is er alweer bijna een lapje af. Nou, ik vind het effect van dit lapje ook weer super leuk geworden. De laatste steek. Zo. Super leuk lapje met een reliëfje erin. Doordat je in het achterste lusje haakt. Ja, ik vind hem weer leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En bedankt voor het kijken.